welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag 21 oktober en het is 5:30. Let niet op hoe ik eruit zie. Ik probeer het zo lang mogelijk uit te stellen om mijn haar te wassen vandaag. En het is weer mikkemannentijd, jongens. Oh my god, zo lekker. Het is dus een broodje met speculaas kruiden en dan doe je er boter op en laat je dan smelten in de magnetron. En dan doe je de speculaas op of je doet de suiker op. Heerlijk. Ik moet zeggen, deze komen gewoon uit de supermarkt, maar van de bakker is echt het lekkerst. Ik heb een koffie gezet. Quinn die ligt hier te spelen. Het derde nacht op rij van slecht slapen. Maar ja, hoort erbij. Ik zat te twijfelen om deze week te vloggen, want ik krijg wel een aantal pakketten binnen voor samenwerkingen. En ja, ik weet het niet. Ik moet morgen naar Maastricht. En we gaan dus vanavond in een hotel slapen daar. Voor de rest ga ik lekker gewoon vloggen. Dus doe zeker een duimpje omhoog als je zin hebt in deze weekvlog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Zou ik heel erg leuk vinden. En volg me even op Instagram. En dan wens ik je heel veel kijkplezier. Oké, ik had echt even een mental breakdown daar straks. Maar mama is zo lief om Quinn op te komen halen. En Quinn is dus even bij mama volgens mij tot 5:00. En dan haalt Dion hem op. Ik weet niet, ik heb gewoon een beetje stress. Gewoon van heel dit jaar. Ik heb gewoon zoveel slaaptekort nog. En Quinn zit in de sprong. En het is allemaal gewoon even kut. Mama die had wel even tijd om op Quinn te passen. Dus super chill. Ik ga zo de tassen verder inpakken voor vanavond. En dan ga ik misschien even op bed liggen. En ik moet ook nog even mijn haar wassen. Ik had Dion dus ook huilend opgebeld om te vragen of hij alsjeblieft naar huis kon komen. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet zomaar. Ik ben bijna klaar met mijn tas. Of ja, de toiletspullen. Ja, we nemen gewoon niet heel veel mee. Ik heb mijn make-up hierin zitten. Ik heb het even hierin gedaan omdat het minder plek inneemt. En ik moet Quinn zijn spullen nog even inpakken. Oh, ik kan mezelf echt niet aanzien zo. Maar ja, dat ga ik dus even doen en dan zie ik jullie later. Nou, een tijd geleden zei ik van dat ik de camera er meer bij moest pakken. Als het ook minder goed ging, nou kijk dit gezicht. Oh, ik heb net zo hard gehuild in bed. Ik weet niet, ik ben ook ongesteld. Ik ben zenuwachtig voor morgen. Het is natuurlijk allemaal niet niks dit jaar. Ik was er helemaal even klaar mee. Ik heb net zo hard gehuild. Nou, het is ook echt te zien. En ja, ik weet niet. Ik was er even helemaal klaar mee. Ik wil daar gewoon ook niet zo graag aan toegeven. Als bij mij de emmer overloopt en het echt tot hier zit. En het liefst wil ik het gewoon echt allemaal alleen oplossen. Maar soms gaat dat gewoon niet. Dus ja, ja buiten de verloving om. En dat Quinn natuurlijk geboren is. Geen fijn jaar. Laat ik het daarop houden. Natuurlijk ben ik super dankbaar voor hem en zo. Maar gewoon de manier waarop hij is geboren en zo. Ik weet niet. Ik vind het zo moeilijk nog steeds. En ik kan er al wel makkelijker over praten. Alleen op sommige dagen heb ik echt gewoon, dan besef ik gewoon zeg maar dat het gewoon niet normaal is dat ik morgen naar het UMC ga. En dat ik gewoon eigenlijk heel ziek was. En de enige manier waardoor ik niet meer ziek kon zijn, was door te bevallen. Want ja, Quinn die maakte mijn lichaam gewoon ziek zeg maar. Het is gewoon heel moeilijk om zeg maar te beseffen dat je lichaam je zo erg in de steek laat. Dus ja, ik weet niet. Ik ga stoppen met praten. Ik zie er ook echt niet meer uit. Ik moet vanavond nog naar Maastricht. Ik heb net wel even mijn haar gewassen. Ik denk, even opfrissen. En ik moet zeggen, dat huilen doet me wel goed achteraf. Maar ik weet niet, ik heb nog gewoon zoveel verdriet of zo. Ja, meer dan ik zelf door heb. En laat zien natuurlijk. Maar goed. Ik ga lekker nog even koffie drinken. Want die heb ik wel heel hard nodig nog. En ik ga straks lekker een pizza eten. Oh. Daar heb ik wel echt heel veel zin in. Beetje comfortfood. En dan ga ik me straks wel even een beetje klaarmaken.
Voor zover ik daar nog zin in heb. En dan gaan we richting Maastricht. En ik hoop dat we een beetje op tijd aankomen dat ik misschien nog een roomtour kan doen. En mijn camera is leeg, dus ik ga deze batterij even opladen. Oké, het is al een hele tijd later. Het is 9:15 en Quinn en ik zijn alvast op de kamer. Dion is even de auto wegzetten, want je mocht hier dus niet parkeren. We zijn eindelijk op de kamer. Ik ga even Quinnie pakken. Hoppatee. En dan laat ik heel even de kamer zien. Je komt hier binnen. Dan heb je hier een hele grote kast. En hier heb ik dan de kinderwagen. Hier is een bureau met een mooi spiegeltje. Een tv. Een lamp. Hier heb je een zitje. En dit is ons uitzicht. Ik weet niet wat het precies is. Een beetje disco licht tegenover hier, maar goed. En dan heb je hier het bed. Ik baal dus wel... echt dat we een tweepersoonsbed hebben met twee aparte matrassen. Want ik denk dat Quinn wel graag bij ons in bed wil slapen. Ondanks dat ik een babybedje heb gevraagd. Die moet ik trouwens nog even regelen. En ja, dit is de douche. Een wc. En dan heb ik hier een grote spiegel. En de wasbak. Nou, dikke prima. Het is toch maar voor één nachtje. Nee, schatje? Het is toch maar voor één nachtje. Quinn heeft de hele tijd geslapen in de auto. Dus die zal lekker wat energie hebben. Ik daarentegen helemaal niet. Maar goed, we gaan zo Quinnie lekker omkleden. En nog wat eten geven. En dan gaan we lekker slapen. Ik moet morgen om 8:15 in het ziekenhuis zijn. En dat zal denk ik tot 1 uurtje of 3 denk ik duren. Dat is mooi hè, die lamp. Ik ben benieuwd. Maar verder een prima kamer. Het is vandaag dinsdag en het is inmiddels 3:15. En wij waren natuurlijk gisteren in het NH Hotel. Daar hebben we 1 nacht geslapen. We waren daar om 9:00 of zo pas. Want we moesten natuurlijk vanuit Waalwijk naar Maastricht rijden. Op de heenweg hebben we Quinn opgehaald. En hebben we eigenlijk niet zo heel veel meer gedaan. Ik heb op zich wel prima geslapen. Quinn die ging bij Dion slapen. Dus Dion heeft redelijk geslapen. Redelijk? Ja, niet echt goed. Maar hopelijk vanavond wel weer. Want dan kan Quinn in zijn eigen bed slapen. Quinn heeft het wel echt goed gedaan vandaag trouwens. Toch? Die heeft het echt goed volgehouden, heeft ook een paar keer geslapen en was gewoon lekker vrolijk, zoals altijd. Wij zijn natuurlijk vanuit het NH Hotel vandaag al heel op tijd naar het ziekenhuis gegaan hier. Dat is letterlijk gewoon tegenover het ziekenhuis waar het hotel zat. Echt super chill, want ik hoefde echt maar over te steken en ik was er. En we moesten natuurlijk om 7:45 aanwezig zijn, toen moest ik bloeddrukmetingen doen. Een 30 minuten en ik moest ook urine van tevoren verzamelen en die inleveren. En toen hebben ze echt 15 buisjes bloed afgenomen. Daarna moesten we op een gesprekje. En ik heb nog een hartecho en een hartfilmpje moeten doen. Ja, we moesten op zich wel een tijdje wachten steeds. En ja, tussen de... was het hartecho of hartfilmpje wat we als ene laatste hadden? Ik weet niet, ik mocht niet mee. Volgens mij had je een Ja, een van die twee in ieder geval. Er zat wel een tijdje tussen en toen hebben we even wat gegeten, gedronken. Quinn ook flessen gegeven tussendoor en zo. En verschoond. En daarna had ik als laatste dus een onderzoek bij 2 infusen. Volgens mij was het iets met plasmavorming of zo. En die ging echt wel... ja, wat moeilijker, want aan mijn ene arm hebben ze dus 3 keer moeten prikken in mijn ader voordat het een keer goed was. Ze hebben nog in mijn pols geprikt. Nou, dat doet echt super pijn. Dat wist ik niet eens.
En in mijn andere arm hebben ze ook geprikt. En toen hebben ze ook nog 3 buisjes afgenomen. Dus echt 18 buisjes bloed vandaag. Maar ja, dat gaan ze allemaal onderzoeken. En dan krijg ik in januari dus de uitslag van al die onderzoeken. En ook allemaal adviezen. En eventueel voor een tweede zwangerschap. Als dat mogelijk is. En hoe dan verder. Maar goed, het was een pittige dag wel. Ik ben helemaal gesloopt. Jij? Jij bent ook echt heel moe. Quindy ligt nog te slapen, gelukkig. We gaan nu naar huis en zoals het er nu uitziet, zijn we om 4:10 thuis. Het is nu 3:15. Dus fingers crossed dat we dan thuis zijn. Jongens, het is 4:30 en wij zijn thuis. Ik ben nu bezig met een hapje geven aan Quindy. Volgens mij vindt hij het heel lekker. Het is couscous met groenten en linzen. Hij pakt de hele tijd die lepel, maar volgens mij vindt hij het wel lekker. Wel, ja, hij zit nu gewoon met een sjaal in de kinderstoel, want ik moet nog even een verkleiner kopen. Maar dit is wat hij dus krijgt. Oh, ik moet die dingen dan nog afhalen. Wij hebben net lekker frietjes besteld. Dus die komen ook zo. En dan gaan we even lekker eten. En dan gaan we lekker niks doen. Gaan we misschien even... Oh, er komt misschien First Dates op tv, of niet? Volgens mij kwam dat weer. Maar wij zijn helemaal kapot van deze dag. Ik ben echt heel moe. En Quinn heeft net gewoon 3 uur geslapen achter elkaar. Nou, hij kreeg om 1:15 de fles. En toen is hij in slaap gevallen, hebben we hem daarna overgezet in de Max Cozy. En toen is hij nog eigenlijk 1,5 uur verder gaan slapen. Dus dikke prima. Volgens mij is hij zijn slaap aan het inhalen. Ha? Hoef je niet meer? Jawel toch? Dat is toch lekker? Oh, hij zit de hele tijd van meer, meer, meer eindelijk. Dus ja. Dat was deze dag eigenlijk. Ja, morgen eigenlijk niet zoveel op de planning. Ik denk dat Marloes even langs komt. Die moet tot 1 uur werken en dan komt ze daarna even hier langs. Die heb ik ook echt al lang niet gezien. Niet met je vingers. Oh. Ik kom net de keuken uit, geloof zie ik dit. Gaat het wel goed? Gaat het wel goed? Wat heb je gedaan met je baby Jim? Ja, hij is omgevallen. Lekker een frietje stoofvlees. En jij hebt? Saté. Frietje saté. En wat hebben we nog meer? Ik heb een frikandel. En jij? Ben je het nou al vergeten? Oh, Kroket. Een kroket en een berenklauw zie ik. En first date. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Het is 11:15. En ik ga dus heel even mijn make-up doen. Want ik moet even een paar stories maken voor ter stal. Ik zag dat vandaag dus daar de deadline van is. En ik dacht, shit, ik moet dat heel even snel gaan doen. Ik heb het super heet in deze trui. Het is hier binnen ook echt 21,5. Maar goed, het zijn een paar stories en dan ben ik klaar. En straks komt Marloes even langs. En dan gaan we heel even met z'n drieën naar de Action. Ja, ik moet dus heel even kijken of ik een leuk cadeautje in elkaar kan flansen voor vrienden van Dion. Die zijn dus ook zwanger. We vonden het wel leuk om met de groep dan een soort starterspakket te geven. Alleen moet ik dat natuurlijk heel even gaan kopen. Dus ik ga even bij de Action kijken voor een leuk mandje. En misschien bij Kik en zo en Vibra nog even kijken of ik wat leuke dingetjes kan vinden voor daarin. En Quinny is nu hier in de box. Heb jij je hoofd gestoten? Boeboe, heb je je hoofd gestoten, schatje? Oh jee, hele rode plek. Nou, volgens mij valt het wel mee met de pijn, want anders gaat hij niet zo door. Maar kleine Quinny is soms een beetje onhandig. Oh, wij waren echt zo moe van gisteren. En vannacht om 3 uur zat Quinn ineens in de kruiphouding in bed. Helemaal blij te doen. Helemaal klaar, wakker. Dus wij dachten echt,
Hoe dan? Maar natuurlijk door zijn sprong. En hij was volgens mij een uurtje wakker. Daarna sliep hij gelukkig weer. We hebben hem ook nog even een fles gegeven. Daarna werd hij rond een uurtje of 7 wakker. Maar ja, echt. Nee, hij was eigenlijk niet wakker, want hij sliep nog. Hij ging heel veel huilen in zijn slaap. Vind ik zo zielig, want dan droomt hij dus heel erg. Toen was het opeens 9:30. En toen werd hij een keertje wakker. Nou, ik vond het niet zo erg. Dus we zijn nog niet zo heel lang wakker. Ik ga even mijn make-up doen. Ga ik heel even de stories maken. Leuk jullie. Het is inmiddels 4:30 en Marloes, oké, Quinn, was daar straks even geweest. Die is nu net weg en we waren dus even naar de Action gelopen en naar de Vibra. Iemand is een beetje aan het mopperen, maar ik ga een shoplogje doen voor jullie. Oké, ik heb dus een hele leuke rieten mand gekocht om daar alle spulletjes in te doen. Deze komt van de Action. Heel erg leuk. Ook gewoon om dadelijk op de babykamer te zetten. Die komt trouwens van de Action. Oké, Quinn die ligt even achter mij. Je kan hem denk ik net zien. Ik ga eerst even alle spullen van de Action laten zien. Echt, Action is zo leuk gewoon. Die hebben zoveel babyspullen. Ik had deze trouwens voor Quinn gekocht op zijn kamer. Echt mega leuk. Een kussenhoes. En ik dacht, die is misschien wel leuk bij die teddystoel die wij hebben. Dus die heb ik gehaald voor Quinny. Dan heb ik voor Quinny ook nog even wattenstaafjes. Hallo. Ja, deze. Die had ik echt nodig. Die zijn op. Die zijn op, hè? Ja. Maar die heb ik dus 2 voor mij gehaald en eentje voor in het cadeautje. Dan heb ik dus ook newborn sokjes gehaald. In neutrale kleuren. Alles is een neutrale kleur, want... Ciao. Hey. Oké. Ja, ik heb alles in neutrale kleuren, omdat ja, we weten het geslacht dus nog niet. Maar ja, ik vind beige gewoon echt altijd mooi. Ik heb ook nog een badcape gekocht met een heel leuk beertje op de bovenkant. Super leuk, echt heel handig ook. Ik heb er ook verschillende. Ik heb dus ook nog een dekbed overtrek. Ook altijd handig. Die heb je ook wel een aantal nodig. Oh ja, een leuk kaartje. Die vond ik ook wel heel leuk. Dus die heb ik meegenomen. Een leuk dekentje. Deze dekentjes zijn dus echt heel erg fijn. 4 boekjes. Deze. Tim de Tijger. Noah de Uil. Hector de Hond. En Kwek de Eend. Ja, super leuk. Want Quinn die vindt bijvoorbeeld deze boekjes ook echt super leuk. En het kost echt bijna niks. Maar echt mega leuke boekjes. Dan heb ik voor Quinny, alsof je nog niet genoeg sloffen had, deze slofjes. Nou, mega leuk. Want hij heeft best wel wat beige. Dus ik dacht, deze zijn echt super leuk in 18, 19. En ik zag dus deze... Hoe schattig! Ja, ik vind deze ook echt mega leuk. Dus die heb ik voor Quinny. En dan had ik nog wat dingetjes bij de Vibra. We waren ook even langs Vibra gegaan. En Vibra is ook echt een dikke tip voor als je babyspullen nodig hebt. Ze hebben daar echt ook heel veel. Dus ik heb ook nog... Oh ja, deze. Even wachten, schat. Een basic rompertje in 5,56. Dan... Zo'n knuffeltje met ja, van dingetjes erin dat het rammelt. En dit zijn van die bijtringen. Ook super leuk. Misschien dat ik nog een beetje ga aanvullen, maar dat moet ik heel even kijken. Maar in ieder geval ga ik dit sowieso aan Dion even laten zien om te kijken wat hij ervan vindt. Ik denk dat het wel echt super leuk is. En dat gaan we dan zaterdag dus geven. Gewoon een starterspakketje. Dus het echte kraamcadeau, dat krijgen ze natuurlijk nog. Want ik hoorde dus van Dion dat ze nog niet heel veel hadden gekocht. En ik denk, mooi, dan kan ik nog mooi even wat dingen erbij doen. Wat ze sowieso nog nodig hebben. Dus ja, super leuk. Ik ben in ieder geval heel erg blij hiermee ook. En super leuke dingetjes ook voor
de vrienden van Dion gehaald. Ja, nou, deze slofjes, I can't. Ik vind het zo leuk. Echt very cute. Ik vergeet gewoon iets te laten zien. Ik heb nog mutsjes gehaald en deze zijn ook super cute. Ik vind ze echt heel leuk. Gewoon lekker basic. En hier zitten dan van die blaadjes op. En ja, ik vind dat dit gewoon dus voor allebei kan. Super schattig. Maar mutsjes zijn altijd handig om te hebben ook. Dus deze ook nog. Nou, ik heb het een beetje allemaal neergezet zoals ik denk dat ik het wil gaan doen. Misschien dat er nog wat dingetjes bij komen. Maar ik moet zeggen dat ik het zo ook al echt heel erg leuk vind. En ik heb dus ook nog een kaart die ik net heb laten zien. Dus die komt er ook nog bij. En Quinn, wat doe jij nou weer? Hij zit gewoon... Oké. Quinnie, zit je onder de baby gym? Dat is niet de bedoeling. Nou, er wordt net dus aangebeld. Want de moeder van Dion had een tijdje geleden dus iets besteld voor ons op Amazon. Wij waren dus niet thuis, dus het was ook niet geleverd bij ons. Maar er stond dus wel op de Track & Trace dat het dus afgeleverd is, maar niet bij ons. Maar nu staat er dus net iemand aan de deur met het pakketje. Dus ik helemaal blij. Ze had iets besteld voor Kim. En dat is dus my remote and phone. Superleuk, want Quinn die grijpt dus heel de tijd naar onze afstandsbediening. Omdat hij al die knopjes en zo nu helemaal interessant vindt. Dus mijn schoonmoeder heeft dus dit besteld. Nou, helemaal leuk. Maar wij baalden ook zo erg dat het dus niet was aangekomen. Maar ja, toch wel op een of andere manier. Quinny! Quinn is nog steeds onder de baby gym. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Nou, Quinn heeft al heel de tijd zin in een hapje. Dus die heb ik nu dus ook gemaakt. Weer hetzelfde als gisteren. En deze kleine man heeft er zin in volgens mij. Ja! Let's go! Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En ik zit in de auto zoals je ziet. Quinn die slaapt hier achter in de auto. En we zijn net aangekomen bij het Elisabeth ziekenhuis. En we hebben een afspraak voor Quinn. Voor zijn hoofdje om even iets te laten checken. Ja, het is nu, even kijken, 9:45. En we zijn om 9:45 aan de beurt. Dion die is er ook volgens mij zo. Ik moet nog de kinderwagen eruit pakken. We moeten nog helemaal achterin naar het gebouw. Misschien dat ik ook nog even snel een fles moet maken. Dus ik ben om 9:15 volgens mij van huis vertrokken. Heb ik ook nog even getankt. Dus ja, ik ben nu net hier bij het ziekenhuis. En ik ben heel benieuwd wat ze gaan zeggen bij de afspraak. Keep you updated. Zo, Quinn en ik zitten weer terug in de auto. En gelukkig is er niks aan de hand. Dus we kunnen gewoon lekker weer normaal ademhalen. Het liep wel best wel uit, volgens mij echt een half uur of zo. Maar gelukkig hebben we goed nieuws, dus is er geen operatie of iets nodig. Ja, hij moet gewoon lekker groeien. Quinn moet gewoon lekker doorgroeien en dan komt het vanzelf allemaal goed. Zijn oortje blijft misschien nog wel scheef staan. Maar daar kan hij misschien later als hij wat groter is iets aan laten doen, mocht hij dat willen. Maar dat laten we dan helemaal aan hem over. En ik rij nu richting mijn moeder. En ik ben op de helft volgens mij. Ik rij bijna Tilburg uit, dus helemaal prima. Het is echt heel lekker weer. Alleen wel vrij koud. Maar ik ga zo Quinn dan afzetten bij mijn moeder. En dan ga ik even boodschappen doen. Misschien nog even naar de taco. En even naar de Action. En dan ga ik naar huis. Dan ga ik zelf ook even een reels maken voor ter stal. Want morgen is de deadline. En morgen ga ik dus eventjes naar de Efteling. Want ik wil gewoon een beetje weer de drukte opzoeken. Om te kijken hoe lang ik dat volhoud. Maar ja, als het niet gaat, dan ga ik gewoon lekker naar huis. En ja, ik heb toch een abonnement. Het is 2:50. En ik ben eindelijk klaar met de reels. En nu moet ik eigenlijk nog gaan lunchen. Life of a content creator. Nee.
Ik heb nog bij de supermarkt aardappels met spek en ui gehaald. Zo lekker. Voor Dion heb ik krokante kipschnitzel. En voor mezelf heb ik hamburgers. En groenten hebben we nog. Ik had nog bij de kruidvat maispuffs gekocht. Voor Quinny. Oh, ik had ook nog in de supermarkt mijn verslaving gekocht. En het was dus Batiste tweede voor 1 euro. Dus ik heb twee van deze. Want deze is echt super chill. Die had ik toen meegenomen bij SoPR. En ik moet zeggen, deze geeft echt heel veel volume. Ik vind hem echt zo chill. Maar Batiste is dus best wel duur in de kruidvat. Dus ja, voor de tweede voor 1 euro vind ik dan nog wel oké. Maar ja. Ik ga nu even eten. Dan zit ik te twijfelen of ik ga editen of ga chillen. Maar ik denk dat ik ga editen. Want ik heb nog helemaal niks gedaan. En deze batterij is leeg. Dus ik ga jullie ook aan de lader leggen. Nou, lucky me, there is another battery. Zo slecht, maar ik wil heel even een kleine mijlpaal met jullie delen. Gisteravond zag ik het eigenlijk al. En vanochtend heb ik het dus op mijn story gedeeld. Maar we hebben de 500 abonnees gehaald. En ik vind het zo leuk. Ik vind het zo leuk dat mensen mijn vlog kijken. Ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven. Ik leg natuurlijk mijn dagelijks leven vast. En ik heb ook een groot deel van mijn zwangerschap. En de periode na mijn zwangerschap vastgelegd. Maar ik ben echt super dankbaar voor iedereen die kijkt, die abonneert, die een comment plaatst. Sommige plaatsen elke week een comment. Vind ik super leuk om te lezen. Maar ja, ik ben zo enorm dankbaar voor jullie. En 500 abonnees, ja, ik heb er wel even over gedaan. Ik ben tussendoor ook een keer gestopt. Maar ja, het is nu zo eigenlijk in mijn routine gaan zitten, het vloggen, dat ik gewoon elke week een video upload. Ik hoop dat jullie de gewone weekvlogs nog steeds super leuk vinden. En geef vooral door in de comments wat jullie willen zien. Daar heb ik echt alles aan, jullie feedback. Daar heb ik gewoon echt alles aan. Dus ja, ik vind het nog steeds heel leuk om te doen. En ook voor Quinn natuurlijk, om het later allemaal terug te kijken. Ik kan het zelf ook nog terugkijken, want daar doe ik het ook voornamelijk voor. Ja, ik heb natuurlijk wel heel veel foto's en video's, maar ja, niet zoals op YouTube natuurlijk. En ik hoop dat jullie gewoon mijn video's blijven kijken. Dat nog veel meer mensen van jullie abonneren op mijn kanaal. En ja, ik ben gewoon super dankbaar dat we de 500 al hebben gehaald. En dat wilde ik gewoon even kwijt aan jullie. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. Ik heb mezelf al helemaal klaargemaakt, want ik ga eventjes naar de Efteling met Quinn, mijn moeder, Rami, Anissa en mijn zusje. Superleuk. Ik heb er ook echt heel veel zin in. Ik denk dat het wel heel erg druk wordt, maar al gaan we 2 uurtjes, dan is het gewoon helemaal prima, want we hebben toch een abonnement. Ik heb vandaag deze outfit aan. Deze ringen zijn van Action. Ik vind ze echt heel erg leuk. Dit shirt van de H&M is al best wel oud, volgens mij 1 of 2 jaar oud. Dit mega leuke jasje van Tessa Fashion, die heb ik nieuw. En dan deze broek van Ter Stal met mijn Villa sneakers. Quinn heeft trouwens, oh, we zijn trouwens met Chi, een heel leuk jasje aan. Hi lieverd. Met zijn Mickey Mouse. Het is hier echt een troep. Dus ik ga, als ik thuis kom, dan ga ik hier echt even opruimen. Ik neem nog een dekentje mee. En volgens mij heb ik dan alles. Dus dan kunnen we lekker gaan. Ik neem ook deze tas mee. Lekker makkelijk. Oh, wel jammer dat dit jasje geen zakken heeft. Maar ik heb dus een heel leuk pakket binnengekregen van Tessa Fashion. Alleen, ik denk dat ik de items zondag laat zien aan jullie. Of misschien straks als ik op tijd thuis ben. Ja, ik moet even kijken. Maar ja, ik ga dus nu naar mijn zusje toe. En dan rijden we naar de Efteling. Hi Moppie. Ja. Kijk wie er op mij staat te wachten. Daar is een auto. Hey. Hi lieverd. Nou, wij zijn net terug van de Efteling. En Queenie zit hier. En Anissa gaat even
gezellig met ons boodschappen doen. Dus we gaan nu even naar de Jumbo lopen. Gaan we even ook wat dingetjes halen voor Amber. Oh, wil je iets zeggen? Zeg maar. Ik ga al bijna als ik iets ouder ben naar zwemmen. Wow, en ja. Op een grote paard rijden. Echt waar? Ja. En Tata Manon gaat meekijken. Ja, zeker weten. Dan kom ik wel kijken hoor. Ja. Zullen we boodschappen gaan doen? Ja. Yay. Yay. Ik heb net even boodschappen gedaan. En ik zal even laten zien wat ik heb gehaald. Ik heb luchtige chocoladevla. Pita broodjes voor vanavond. Met kip dij filet shawarma. Want Dion mag geen varken. Tomaat komkommersalade voor erbij. En dan heb ik ook nog bananen meegenomen. Ik heb ook nog zo'n partypack met blikjes drinken. Alleen die kon ik echt niet meer tillen, dus die ligt nog in de schuur. Maar oh my god, het is zo'n lekker weer vandaag. Het is echt 20 graden. En het is echt heel warm. Efteling was wel echt super leuk. Het was niet zo druk als dat wij dachten. Er liepen wel echt heel veel mensen naar de Efteling toe. Maar het viel eigenlijk gelukkig best wel mee. Maar het was echt heel leuk. Ja, ik ga dit heel even opruimen. Dan ga ik even hier ook opruimen. En dan kan ik alweer gaan koken. Dion heeft dadelijk lekker weekend, dus dat scheelt. Ik ben net helemaal gesloopt door die Efteling. Het is echt niet normaal. Je loopt toch stiekem wel wat kilometers. Dus, maar ja, wel heel gezond natuurlijk. En Quindy vond het ook wel leuk, want die was gewoon wel een paar keer goed wakker. Dus die heeft ook de sprookjesboom gezien en zo. Dus die vond dat echt heel leuk. Goedemiddag, het is vandaag zaterdag. En heel even wat lichter maken hier. Ik heb vanmorgen gesport. Volgens mij heb ik in de vlog een paar stukjes van de training geplakt. En toen heb ik mezelf gedoucht, klaargemaakt. Heb ik hier nog wat dingen schoongemaakt en opgeruimd. Want Dion's vrienden komen zo. Ik ben helemaal buiten adem aan die trap. En we moeten Quinn ook nog even omkleden. Dion's vrienden komen echt overal vandaan. Wiegen, Den Haag. Ja, Haarsteeg is dan wat dichterbij. Maar het is lekker weer vandaag. We gaan denk ik ook even naar Lido om te wandelen. Ik moest nog even kleding voor Quinn pakken. Ik weet niet of ik heel veel ga filmen vandaag. De training van vanmorgen ging echt wel heel goed. Het was wel echt super druk. Maar goed, we hebben gewoon wel lekker kunnen trainen. Dion was ook even naar de winkel geweest. Die heeft ook allemaal lekker stokbrood en worrelhapjes en zo gehaald. Dus het wordt een gezellig dagje. Ik weet niet hoeveel ik ga filmen en anders zie ik jullie morgen. Oké, het is 8:10 en Dion voelt zich niet zo heel fit. Die is denk ik gewoon heel erg moe. En die ligt op bed en Quinn ligt dus ook te slapen boven. Dus ik ben even alleen beneden, want ik denk ja, ik ga nog niet slapen natuurlijk. Want het is nog best wel vroeg en de klok wordt verzet vandaag, las ik dus. Dus ja. Voor mij nog geen bedtijd. Ik ga even dit drinken. Ik heb dus net een reel op Instagram geplaatst. Oh, mijn mascara is wel een beetje uitgelopen. Van de training van vandaag. En ik ben dus heel benieuwd, want het is dus hele andere content dan jullie gewend zijn van mij. Dus echt sport. En ik ben heel benieuwd of jullie dat leuk vinden. En ik ben ook benieuwd of jullie dat leuk vinden om te zien in de vlog. Want anders ga ik gewoon wat vaker filmen bij de training. Maar laat me vooral weten of je het deeltje sporten leuk vindt om te zien in mijn vlog en op mijn socials. Het is vandaag zondag en ik heb eigenlijk niks gefilmd. Wij hebben even lekker gewandeld naar het centrum en nu zijn we weer terug. Het is nu 2:15. Ik had nog 3 pakketjes ontvangen en die wilde ik graag met jullie unboxen. Ik dacht misschien vinden jullie dat wel leuk om te zien. Ik heb allereerst een pakket van Tessa Fashion. Die heb ik al opengemaakt. En ik heb van de week dus al dat groene jasje gedragen. Het was dus echt heel leuk ingepakt. Alleen, ja, ik had het al opengemaakt. Even kijken hoor. Oh ja. Er zit een heel leuk
kaartje bij. Helemaal non, super tof dat wij een samenwerking aangaan. Ik kijk uit naar de content, liefst Tessa. En dit is dus het merk, Tessa. En ze doet er altijd echt van die hele leuke stickers ook bij. Mega leuk. Ik heb dus al eerder met hun samengewerkt en ze hebben echt hele toffe dingen. Ook hele unieke dingen. En ik heb dus dit beige shirt ontvangen. Lekker oversized. Met in het paars Tessa. Het is gewoon een basic shirt voor de rest. Maar ik vind het wel heel erg tof. En ik heb deze in een XS. En ja, oh ja, deze was 39,99. En dan heb ik dus in een XS. Want deze valt echt heel oversized. En ja, ik vind het verder echt heel erg leuk. Ook gewoon op een jeans of zo. Altijd handig. Dan heb ik dus ook dit bruine oversized shirt ontvangen. Met Tessa met hartjes. Het logo vind ik echt heel leuk. Dus is het gewoon een oversized shirt voor de rest. Maar dit maakt het natuurlijk wel heel erg leuk. Quinn zit er ook steeds naar te kijken. Die is helemaal into de logo's en ja, details. Maar ik vind deze bruine kleur ook heel leuk. Ik moet zeggen dat de stof is ook echt super fijn. Echt een goede kwaliteit. En dit shirt heb ik ook in een XS en was ook 39,99. En dan heb ik dus dat groene jasje ontvangen. Echt zo'n leuk jasje. En hier een heel mooi label met het merk erop, Tessa. En ja, echt heel mooi jasje vind ik dit. Heel erg leuk. Ik heb hem dus een maatje groter genomen, want ik hou hem wel van oversized, zoals jullie weten. Maar het is dus, het jasje is dus gemaakt van een zachte viltstof. Ik weet niet of je het zo kan zien. Dit is een beetje de stof. Maar echt mega leuk. Dit is wel een wat duurder item, maar ik ben hier echt heel erg blij mee. Ik heb het in de maatje M. Het jasje is, even kijken, 129,99. Maar ik ben hier zo blij mee. Ik vind deze ook echt super leuk op een jeans. Ik had dat van de week aan naar de Efteling. Had je ook kunnen zien in de vlog. En dan met mijn H&M shirt eronder. Maar het stond zo leuk. Heel erg blij mee. En ik heb ook een leuke kortingscode voor jullie voor 20% korting. En die zal ik ook even in beeld zetten. Tessa heeft echt hele unieke items. Dus neem zeker een kijkje op de site en vergeet niet mijn kortingscode te gebruiken. Dan heb ik dus ook een heel leuk pakket ontvangen van Loro. En hier heb ik dus ook al een keer mee samengewerkt. Maar echt super tof. Oké, ik heb het open gekregen. Zo ziet het eruit. En het is dus, oh, dit zit er ook in. Ga ik hem wel even openmaken ook. Oh, wat lief. Super leuk. Oh, ze heeft er zo'n leuke kam bij gedaan. Nou, dit vind ik helemaal leuk. Want ik heb natuurlijk die 5 curler krultang. En ik dacht, ja, ik moet echt ook een keer zo'n kam hebben. Maar ja, ik wist niet zo goed welke een beetje goed was. En nu heb ik dus deze van Loro ontvangen. Super leuk. Echt heel blij mee. Dat is om je krullen dus uit te kammen. Mega leuk. Even kijken. Zo lief. Ik heb dus de Duo Styler ontvangen. En hiermee kun je dus zowel stylen als krullen maken. Ik zal hem ook heel even uitpakken. Ja, de verpakking. Kijk hoe leuk. Heel mooi roze. Oh ja, helemaal leuk. Ja, die tong is ook helemaal roze. Ja, fantastisch. Kijk nou. Ik kan echt niet wachten om dit te proberen. Hoe leuk. Even kijken hoor. Ja, er staat ook Loro aan de onderkant. En dan kun je hem opwarmen tot 220 graden. Maar goed, je kan hier dus ook mee stylen. Kijk. En dus ook mee krullen. Ik moet heel even kijken hoe dat precies allemaal werkt. Maar heel blij mee. Dat scheelt ook weer als je bijvoorbeeld op vakantie gaat of zo. Ja, dan hoef je geen steltang en een krultang mee te nemen. Dat scheelt ook weer ruimte in je koffer en zo. Of als je een nachtje weggaat. Maar ja, heel blij mee. Hier komt ook content van online binnenkort. Waar ik mega blij mee, ook met die kam. Ik wist helemaal niet dat ze dat erbij had gedaan. En dan gaan we door naar het laatste pakket. Mijn camera is wel bijna leeg, dus ik ga een beetje opschieten. En dit is dus
een merk waar ik nog nooit mee heb samengewerkt. Dus dit is de eerste keer van Fitwear. En ik ken het merk dus door middel van Marsha. Marsha die sport dus ook. En ik had echt geen idee van, ja, ik begon dus ook met die Power Mama, maar ik moest natuurlijk ook sportkleding hebben. En ik dacht, ja, waar moet ik het in godsnaam bestellen? Nou heb ik wel sportkleding besteld bij, Bomb's Best. Maar toen zag ik dit merk. En ze willen graag samenwerken, dus ja, mega leuk. Heel blij mee. Alles zit dus in zo'n zakje. En er staat allemaal Fitwear op. Oké, heel random, maar het is vandaag maandag. Gisteren ging er echt iets mis met mijn camera. En de video was ook opeens verwijderd op een of andere manier. Dus ik film het nu even opnieuw. Ik heb dit pakket van Fitwear ontvangen. En ik heb dus een heel mooi setje ontvangen in, volgens mij heet het Koningsblauw. Ik heb geen idee. Maar ik heb hier dus een hele mooie legging met een hele mooie high-waist band. Hele mooie legging. En hier achterop zit een scrunch bij je billen. En ik heb hier ergens, oh ja, hier. Dit is het logo van Fitwear. Ik heb alle items in een maat M. En zo ook de bijpassende crop top. Ja, het is wel een beetje gekreukt nog. Maar dit is de crop top. Ik vind hem wel echt super mooi. Ik heb van Woman's Best de crop tops in een maat S. En dat vind ik eigenlijk, ja, net te kort, zeg maar, voor mijn buik. Dus ik pak het dan liever een maatje groter. Dus deze heb ik in een M. Heel leuk. Ik zou deze ook gewoon zo dragen. En dit is de achterkant. En dan heb ik ook nog een heel mooi setje in het grijs. En dat is dus dit mooie shortje. Echt een hele mooie grijze kleur. Een beetje gemêleerd. Zoals je ziet. Heel erg mooi. En dan het logo staat hier achterop. En ook een scrunch bij de billen. Ik denk dat dit echt een heel fijn shortje is. Het is echt hele goede kwaliteit allemaal. En dan heb ik... Hallo, wat ga je doen? En als laatste heb ik ook nog een hele mooie grijze top ontvangen. Die is wat donkerder dan het shortje. En dan is dus deze top. Er zitten ook van die pets in. Die kun je er ook uithalen. Maar ik vind het echt heel erg leuk. En het logo staat dan hier. En de achterkant is echt super mooi. Kijk, heel leuk. Echt een hele mooie top. Dit is dus wat donkerder grijs en deze heb ik ook in een M. Ja, en dat was eigenlijk alles wat ik heb ontvangen. Nou, een beetje chaotisch deze shoplog. En ja, ik vind het natuurlijk best wel spannend om deze vlog online te zetten. Omdat het begin van de week natuurlijk, ja, best wel gevoelig was. En ja, ik vind het gewoon spannend om, zeg maar, de kwetsbare momenten online te gooien. Ik hoop niet dat jullie dan denken van, oh, daar is ze weer met een gejank en gezeik. Maar ik wil gewoon, zeg maar, eerlijk delen hoe ik me voel. Dus ja, soms is dat gewoon ook minder leuk. Dat is gewoon zo. Ik vind het ook gewoon belangrijk om, zeg maar, de minder leuke momenten te laten zien. En niet alleen maar dat het allemaal leuk is. Want dat geeft een heel erg vertekend beeld natuurlijk. En dit is dus het einde van deze video. Vergeet niet te shoppen met mijn kortingscodes voor Tessa Fashion en voor Fitwear. Voor 20% korting. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. En vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Volg me op Instagram en TikTok. En dan hoop ik je snel weer te zien bij de volgende vlog. Doei!